Dames en heren, we zijn terechtgekomen in Israël. En in Israël ligt de stad Jeruzalem. En Jeruzalem kennen we natuurlijk allemaal van de klaagmoer. Maar als ze Jeruzalem uitgeest, dan geest dan de berg van Mozes op. En als ze dan over de En als ze dan over de berg van Mozes komen, dan geest dan linksaf. Dan komen we uit in de stad Bethlehem. En zo waren we... Zo waren we weer op zoek naar de originele stal van kindje Jezus. Nu moest nog met die... Hallo, jij denkt natuurlijk, wat is dit? Dit is de ezel en dit is de os. Twee figuren die altijd vergeten waren in de kristal. Sterker nog. Ze staan altijd op de achtergrond. Ja. En veel brengen ze vandaag eens naar voren. Waarom? Omdat ze het die nacht verschrikkelijk koud houden. Ze houden het koud, ze stinken dat te rieren. Alsof het niks was. Ze rierden dan compleet de kristal uit. Maar toen kwam Jozef binnen. Oh. En daar riep: Halleluja! 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 Nee, dat zag Maria wie Jozef van de Tuskenaaf kwam. Oh. Jozef zag gewoon tegen een os en een ezel. Halleluja! En keek rond en zag, shalom! Shalom? Shalom! Ja, zo koud was het toch, dat ze niet de shalom moesten doen. Zo koud, shalom! Sindsdien zijn de os en de ezel op de achtergrond gebleven. Maar het Maria, immer een shalom! En dit is prachtig vertolkt in het prachtige nummer van Milk, Honing, Milk en Honing, Honing. En met het prachtige nummer. Halleluja. Halleluja. Israël.